Daniel Deutscher, Cornette Damour wonnen hier in Den Bosch al eens de grote prijs. De zoon van Cornette Obolensky. Alle ervaring van de wereld. Geweldig om te zien dat deze combinatie weer terug is aan de top. Dat is kort. 40,47, dat is kloppend tijd. Daniel Deutscher, Cornette Damour. Gaat hij het redden? 40,47. En hij redt het. Daniel Deutscher pakt de overwinning. 40,01. De overwinning voor de voormalig nummer 1 van de wereldranglijst. De winnaar van de Rolex Grand Prix hier in 2015 met deze Cornette Damour. Voormalig wereldbekerfinale winnaars. En nu hier in de VDL Groepprijs weer aan kop. Weer aan de top. Daniel Deutscher wint hier het 1,55 met de geweldenaar Cornette Damour. Het was een zware, pittige proef vanavond met uiteindelijk slechts 4 foutlozen en een overwinning voor de Duitse ruiter Daniel Deutscher, Cornette Damour. Gevolgd door Philip Weishaupt met zijn topper Konval en Emerald en Harry Smolders op een prachtige derde plaats. Morgen zijn we weer bij u terug vanuit de Brabant Hallen, vanuit de Dutch Masters met zowel dressuur als springsport. Dus tot morgen. Smolders and Emerald with 4 faults in 46 points.